Want elektrische rijen, het autorijen, komt steeds meer op omdat natuurlijk ook de benzineprijzen echt de pan uit te reizen. Maar tegenwoordig kent het ook met scooters. En wat ook heel erg belangrijk is om te weten, is dat 1/3 tegenwoordig terug te krijgen is van de provincie door middel van subsidie. En daar wil ik bij TV Limburg natuurlijk heel veel meer van weten. En daar zitten mijn twee gasten al op de bank, Theo en Tom, welkom. Ja, ik vond het heerlijk om even bij jou achterop te kruipen. Want zelf was ik even niet zo handig, geloof ik. Het verdient nog enige cursus voor jou, ja. Maar fijn dat jullie er zijn, heren. 1/3 van de subsidie terugkrijgen bij het aanschaffen van een elektrische scooter. Ja. Dat klinkt wel heel erg bijzonder. Klopt. Vertel eens, waarom doet de provincie dat, Tom? Tot 1 mei is die regeling nog geldig hier in Limburg. Die geldt overigens voor de inwoners van de 6 grootste steden in Limburg. Dus dat zijn Venlo, Weert, Roermond, Sittard, Geleen, Maastricht en Heerlen. Daar is een probleem geconstateerd met luchtkwaliteit in de centra van die gemeentes. En vandaar dat de provincie vorig jaar heeft gezegd, van, nou, daar trekken we geld voor uit. 800.000 euro maar liefst. Dat is veel. Dat is heel veel. De regeling loopt nog tot 1 mei. En dat betekent dat je 30% van het aanschafbedrag van een elektrische scooter terug kan krijgen en terug kan vorderen bij de provincie. Met een maximum van 700 euro overigens. Maar zijn die scooterprijzen van een elektrische scooter ten opzichte van een benzinescooter dan heel veel duurder ook? Nou, wij als BOVAG, ik werk bij de BOVAG en we hebben de provincie daarin geadviseerd. En we hebben even de prijzen naast elkaar gelegd. En je kan er is een stelregel, als je een vergelijkbare scooter in een benzineuitvoering hebt en eentje elektrisch, dan is die elektrische nu nog ongeveer 30% duurder. En de provincie wil juist die drempel weghalen voor consumenten. Want je ziet, in het gebruik kost zo'n elektrische scooter bijna niks. Je hangt hem gewoon aan het stopcontact en dan laat hij op. Mm-hmm. Dus je hoeft niet bij de pomp te staan. Tegenwoordig kost een liter benzine natuurlijk 1,85. Nu heb je alleen maar de stroom als brandstof. Alleen die eerste stap, die hogere investering, dat is meestal een drempel voor de consument. En die wordt nu weggenomen. Die worden ze, ja, inderdaad. Theo. Nou hebben we het over voordelen van, het is goedkoper, beter voor onze lucht om ons heen. Wat heeft het nog meer voor voordelen, zo'n scooter? Nou, een scooter heeft sowieso het voordeel dat je natuurlijk in de stad heel makkelijk kunt parkeren. Ook gratis kunt parkeren. Je kunt eenvoudig de stad in. Ook is het druk, dan je rijdt zo tussen het verkeer door. Dat is dus ideaal aan een scooter überhaupt, ook al is hij benzine of elektrisch. Het voordeel van een elektrische scooter is dat je natuurlijk het grote voordeel hebt dat hij stil is. Hij is zuinig, hij is ontzettend milieuvriendelijk. En op die manier kun je dus prettig ook nog door de natuur heen rijden als je dat zou willen, zonder schade te brokkenen. Maar is het niet echt een heel technisch iets, zo'n elektrische scooter? Ja, dat zou je verwachten, maar eigenlijk is een elektrische scooter niet moeilijker als een elektrische tandenborstel. Je laat hem op en je zet de schakelaar om en het begint te werken. En dat is in dit geval ook zo. Maar waarom zijn ze er dan niet eerder mee gekomen? Als het zo simpel is, ja, zoals dat jij zegt? Dat is inderdaad dan de vraag. Maar wat enorm in ontwikkeling is, het de batterijtechniek. En je ziet ook, ik gaf het voorbeeld van de elektrische tandenborstel. Die kun je nu zonder dat je er een draadje in stopt of zo. Je zet hem gewoon op een houdertje en met inductie wordt die geladen. Nou, die technieken van elektronica die gaan zo snel nu dat je een batterij nu hebt. Wij hebben gereden al met een auto die gewoon in 10 minuten tijd geladen kan worden. Onze scooters die kunnen dat nog niet. Die laden nu in 1 tot 1,5 uur. Dus dat is ook al redelijk snel als je op school bent of je bent op je werk. Dan kun je dus vrij eenvoudig laden. Maar dat zijn dus grote voordelen aan zo'n scooter. En Tom had het net al even over het feit dat de benzine 1,85 is. Behoorlijk, hè? En daar kun je ongeveer dan bij een scooter 70 kilometer mee rijden. Een lading van een elektrische scooter voor 70 kilometer is ongeveer 35 cent aan elektra. Dus 70 kilometer kun je met een volgeladen scooter rijden? Ja. Het verschilt van hoe je hem gebruikt en het verschilt van model tot model. Doorgaans kun je zeggen, inderdaad, tussen de 50 en 100 kilometer, dat is de actieradius. En ik noemde net die 6 steden. Mm-hmm. En je ziet dus gewoon dat mensen die zo'n ding gebruiken in de stad, die leggen ook helemaal niet meer af dan die afstand van 80 kilometer. Dat is volgens mij grofweg van Venlo naar Maastricht. Dat is een behoorlijk eentje toch nog. Ik heb nooit iemand meegemaakt die dat elke dag gaat doen met een scooter. Je gebruikt hem meestal voor een afstand van zeg maximaal 20 kilometer. Ik heb er zelf ook eentje. Ik heb 15 kilometer enkele reis woon-werkverkeer. Ik wil die auto niet meer daarvoor gebruiken. Ik wil op mijn scooter. Nee, oké. Nou, dat klinkt heel erg goed. Maar jullie zeggen van, we laden hem even op. Maar gaat dat zo makkelijk, Tom? Nou, je hebt alleen maar stopcontact nodig.
Dat is het hem. Het is net als inderdaad... Ja, je hebt natuurlijk heel veel openbare oplaadpunten. Bij de hamburgerketens zie je ze steeds vaker ook verschijnen. Maar zijn het dan diezelfde oplaadpunten als die ze ook voor de auto gebruiken? Dat kan. Soms is het zo dat er twee soorten stekkerdozen op zo'n paal zitten. En dan is de ene is dan specifiek voor een elektrische auto... en de andere is voor bijvoorbeeld een elektrische scooter of een elektrische fiets. Dat heb je tegenwoordig ook. Oké, maar dat kan dus ook gewoon thuis. Het voordeel wat we hebben is dat de elektrische fiets natuurlijk de laatste jaren heel populair is geworden. En ook hier in Limburg, als je rondrijdt met een elektrische fiets, dan kun je bij een eerste best leuke uitspanning, daar kun je al stoppen en opladen. Nou, dan kan de elektrische scooter ook gebruik van maken van de stopcontact. Ja. Jullie hebben op een hele bijzondere manier, zijn jullie al promotie gaan voeren, hè, over deze scooters. Vertel daar eens iets over, Tom. Nou ja, dus Theo is een van de initiators van de Electric Scooter Experience. En dat was vorige week zaterdag in Roermond, was daar de allereerste uitvoering van. Niet geheel toevallig in Limburg, maar Theo gaat nog... Maar naar 19 andere steden in het hele land. Arnhem, Nijmegen staan ook op het programma. En we zijn nu in onderhandeling met andere gemeenten om daar ook te promoten. Gemeenten wilden daar ook graag in meedenken, omdat ze het elektrisch vervoer willen promoten. En dat was een dag waar gewoon mensen gewoon op die scooter konden proberen te rijden. Hoe waren de reacties? Ja, wat ik begrepen heb, want ik ben zelf heel even op het eind geweest, omdat ik door moest naar Maastricht. Maar wat ik begrepen heb is dat de belangstelling groot was en dat mensen enthousiast waren. Nou, dat is wel iets wat we herkennen. Echt alleen bij de jeugd of is het ook bij de oudere mensen? Nee, is ook vaak bij oudere mensen, ja. Je ziet toch ook dat mensen die met pensioen gaan, twee elektrische scooters kopen en gewoon samen lekker gaan toeren met die scooters. Omdat het fietsen dan net niet meer gaat vanwege reuma of dat soort dingen. Ja. Ja. Het klinkt allemaal heel positief, maar zijn er ook nadelen aan zo'n elektrische scooter? Ja, wat vaak een nadeel is in het verleden en wat nu heel snel verandert, is dat scooters nog zwaar zijn. Hè? En omdat de batterijen zwaar zijn. Nou, nieuwe technieken, dan zie je nu al dat er scooters zijn met accu's die nog geen 10 kilo wegen. Waardoor het totaalgewicht van zo'n scooter laag is. En daardoor ook geen gevaar vormt met omvallen of dat soort dingen. En weet je wat ik ook een gevaar vind? Je hoort ze niet aankomen. Ja. Dat klopt. Nou, daar is een oplossing voor, omdat de meeste van de merken die hier nu staan, die gaan een zoomer leveren. Die geen klakson is, maar net een geluid produceert wat mensen horen op afstand. Iemand loopt met een hondje en denkt, oh wacht even, er komt iets aan. En dan is het niet zo hinderlijk dat je gelijk zit te klaksoneren. Nee. Is dit de toekomst, denk je, Tom? Dit is zeker de toekomst. Er zijn ook nog andere technieken uiteraard. Alleen voor wat je nu ziet met fietsen en met scooters. De lichte tweewielige vervoersmiddelen, dan zie je echt dat elektrisch in opkomst is. Bij auto's zie je nog, zijn ze nog aan het dubben van, gaat het nou waterstof worden of bioethanol of methanol of aardgas. En elektrisch ook en hybride. Maar bij scooters... Dit is eigenlijk al de doorbraak. Er worden nu al in Nederland ongeveer 5000 elektrische scooters per jaar verkocht. Ook in Limburg steeds meer. Je ziet dat marktaandeel zie je echt omhoog schieten de afgelopen jaren. Dus dit product heeft de doorbraak eigenlijk al gehad. Ja, dan wil ik nog één ding van jullie weten. De mensen thuis die denken, ik wil zo'n scooter, maar hoe gaat dat met die subsidieaanvraag? Hoe moeten ze dat aanpakken? Nou, ze kunnen gewoon een dealer bezoeken. Die dealers kunnen ze vinden op de website. Onder andere op Electric Scooter Experience. Er staan de vier Nederlandse merken die daaraan deelnemen. Maar ook andere scooters zijn eenvoudig te vinden onder elektrische scooter op Google. En dan vind je dealers in heel Limburg. En die dealer regelt het zo. Die kan zo een aanvraagformulier maken. En dan komt de subsidie vanzelf naar je toe. Nou goed zo. Jij wilt gewoon meer informatie. Kent je altijd terecht op www.tvl.nl. Mannen, bedankt. Heel veel succes met jullie promotiedagen nog. En wie weet rijden we straks allemaal wel op zo'n elektrisch scootertje. Het zou wel heel leuk zijn, hè? Zeker. Dank jullie wel.